Hey gasten van Het Game Knijl, leuk jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag, jongens, zijn we in 5R als politie en gaan we de wereld hier even beveiligen als agent zijnde. Ik ben heel erg benieuwd wat deze dienst in 5R ons te wachten staat. Dus ik zeg, laten we snel beginnen, jongens. Ben je nou nog niet geabonneerd, doe dat dan even, want ik doe een giveaway. Daar kom ik zo op terug. Vergeet niet even de video te liken en hier even onder te reageren wat ik de volgende keer moet doen, wat je van de video vindt en dat soort dingen. Ik lees ze allemaal en ik zal ze proberen een hartje te geven. Als je dat toch bezig bent, mijn Discord staat ook beneden in de beschrijving. Wil je nou op de hoogte blijven van giveaways en dat soort dingen, dan moet je die even joinen. En we gaan eerst even naar het bureau of een weg vinden. En dan zal ik even uitleggen hoe de giveaway werkt en wat de giveaway is. Dus laten we snel starten, jongens. Let's go! Ik denk dus dat ik met mijn auto die ik de vorige keer heb gekocht, eerst naar het bureau moest rijden. Of moet rijden, even kijken. Hier zien we police station. Zo. En... ja, deze is het. Hoppa. En dan moeten we daar naartoe rijden. En terwijl ik daar naartoe rij, ga ik jullie even meenemen in de giveaway. Namelijk het volgende. We hebben bijna de 6000 abonnees bereikt. Dat is nog ongeveer zo'n 300 abonnees. En ik zat dus te bedenken, als we nou die 6000 abonnees halen, dan geef ik gewoon 6000 Robux weg. En wat moet je daar nou voor doen om daar kans op te maken? Je moet even abonneren. Even de Discord joinen van het Gamekonijn, want daarin ga ik de trekking uiteindelijk houden. En als je die dan bent gejoind, dan moet je wachten tot de 6000 abonnees. Laat ook even weten in de reacties waarom je hem graag zou winnen. Dat vind ik dan weer leuk. En wat je eigenlijk moet doen, er zijn drie spelregels. Je liked deze video, je zit in de Discord en je bent geabonneerd op mijn YouTube kanaal. Dat is het belangrijkste. Die drie factoren, zeg maar, dat is het enige wat je moet doen om kans te maken op 6000 Robux. En inmiddels komen wij aan bij het bureau, dus we gaan even kijken. Heb ik nou een verkeersovertreding gemaakt en ging die daarvoor fluiten? Wacht even. Oké, nog een keer. Kijk, ik ga nog een keer tegen het verkeer inrijden. Ah, nee. Nou, ik weet niet. Kijk, en nu zijn we in bureau 5R. Moet ik met jou praten of zo om... kijk. Traffic police, dus verkeerspolitie, undercover, OT, DKDB. Oh joh, we hebben hier allemaal nog keuzes. DSI, wat kost dat eigenlijk, DSI? Oh, kan ik nu niet zien, maar doen we later wel. Maar wil je nou kans maken op die giveaway, volg dan die dingen. Vergeet nu even niet te abonneren en de Discord te joinen. En dan gaan we nu echt starten met onze dienst, jongens. Want we zijn op bureau aangekomen. Oh, wel knap. Ik ben wanted. Terwijl ik helemaal niet wanted ben. Kijk. Juist. Nou, we zijn inmiddels even een paar minuten verder. Ik denk dat we echt oprecht een half uur verder zijn. Ik heb vastgezeten, ik heb schoten gelost, weet ik het allemaal. Oh. Wat fijn dat we dat zien staan. Maar, ik ben in dienst, eindelijk. Het is echt enorm druk in de dingen. Even kijken, een autootje. Is dit alles wat ik kan, of moet ik hier ook nog... Oh kijk, daar heb ik allemaal XP voor nodig. Nou, doe mij maar een... deze. Touran. Oh, die spant op een andere auto. Dat wordt hem niet. Andere. Doe dan maar... de B-klasse. Oh, die spant ook op een andere auto. Doe dan maar... nog een keer de B-klasse. Nou, ik heb een... T5 gekregen. Dit wordt hem. Nou, het is even uitvogelen, maar ik zag net ook mensen bij hun kofferbak staan en zo. Dus we gaan even kijken. Als het goed is, hebben wij hier een kofferbak. En wat hebben we daar? Een AED. Click to equip. Kogelwerend vest. Oh kijk, die hebben we nu aan. Maar die AED, oh kijk, hier zo. Weet je, die pakken we gewoon, die gaan we toch wel nodig hebben. Reflecterend vest, wat is dit? Oh, dat is gewoon die. Een wiel. Oh, dan heb ik gewoon een hele band. En Unforce Equip. Die is gelokt. Oh, ik sta nu wel zo omdat ik dat wiel in mijn handen heb gehad. Kijk, nu hebben we een shooting in progress. Dan doen we even ons kogelwerende vestje aan. Hey, doe je... Ja, die is mooier dan die van hem. En dan gaan we die kant... Zo! Ja, het is sowieso die wagen. En ik zie dat we hier gewoon of rood mogen. Zo.
Hey, hallo, doe eens normaal. Meneer. Hallo. Oh, oké. Okay, nou, blijkbaar had ik hier dus echt gelijk moeten schieten. Hij is geduwd. Even kijken, we hebben hier nog meer. Even kijken. Oh, deze die is gelokt. Stop, ding. Pepperspray. Nou, die heb ik nog niet. Oh, huh? Oh nee, die pepperspray is gelokt. Kus heb ik wel en een tablet heb ik. Wat kan ik met die tablet? Ah, kijk. Daar heb ik eigenlijk niks aan nu. Ik denk dat ik gewoon die DLC Game Pass ga kopen. Want daar heb ik een stuk meer aan. Kan ik gewoon lekker rossen. Even kijken, naar beneden. Dus dit is de begaande grond. We moeten nog meer naar beneden. Kijk, hier zo moeten we zijn. En dan pakken we nu wel de B-klasse. Als het goed is, kijk. Er staan nu niet meer zoveel wagens. Dan kunnen we die gewoon rustig pakken. En dan gaan we lekker een andere kant op. Oh wacht, die radio kun je hier ook wegdoen. Daar hoef ik toch niet in te kijken, want er wordt toch alleen maar in geschreeuwd. Dus nou, laten we even kijken of we nog even een leuke melding mee kunnen pakken. Nou, we hebben een shooting in progress. Nou, ik weet niet of we het horen, maar ik hoor het in ieder geval. Dus we gaan even die kant op. Zo, er wordt echt flink geschoten hier hoor. Dus even kijken. Pursuit. Really black. Ja, en waar rijdt dat voertuig? Oh ja, die moeten we hebben. Prison. Yo, maatje. Handjes. Waar is hij? Oh, hij is naar boven toe gegaan. Oké, nou dan gaan we ook naar boven. Ja, of we vallen weer terug naar beneden. Dat kan ook. Hey, wacht op mij. Ik wil ook maaien. Ik wil ook schieten. Oh, ja. Hij is al dood. Hey, staan blijven. Staan blijven. Komt ineens een random man hier tussendoor. Heb je dit bij elke schietpartij die je doet of wat? Ik hou het weer voor gezien. Ik ga er weer vandoor. Die man die wordt alweer aangesproken voor wat anders. Dan gaan we naar de prison. Tenminste, even kijken. Navigatie instellen. Als iemand mij hierbij kan helpen. Even kijken. Hoppa, prison. Ik denk dat we gewoon wat sneller hiervoor moeten zijn. Dit is gewoon niet van mijn kaliber meer. Even kijken. Linksaf, we moeten gewoon DSI kopen. Dan kunnen we gewoon maaien. Ik ben nu bij de prison. Ik heb er op vervolg. Alder. Rijd alsjeblieft prio 1. Even kijken. Nou. We zijn bij de prison hoor. Ik denk wel een beetje te laat. Want ik zie hier dat alles al een beetje uitgeroeid is. Rijd alsjeblieft prio 1. Hey man, hij is vrij. Dankjewel. Nee, hem gaan we niet aan. Nou. Hij is strijder, hij heeft mij vrijgemaakt. Nou, gaan we ook weer terug naar achter. Ik had dus net, dat ben ik dus even vergeten, mijn opname aan te zetten. Ik maak ze allemaal kleine stukjes, zeg maar. En dan zet ik ze op pauze en heel gedoe. Alleen, ik had dus net iemand die mij ging beuken. Dus toen dacht ik, oh, kijk. Die wil ook wel meedoen. Remove marker, dus er zou nu... Oh, daar. Maar is dat niet gewoon de prison marker? Ik denk het niet. Maar, in ieder geval, hij ging mij dus beuken. En toen zag ik hier staan, succesvol die pit of zo. Samen in je twee auto's met verstand mogelijk vuurwapens, met plus. Hoe kom ik daar? Ik krijg gewoon zo, en dan zal ik er vanzelf komen. In ieder geval, zo, de sirenes gaan even uit. Zo, alleen blauw. In ieder geval, zo... Ik had hem op een gegeven moment succesvol gepit en zo. En toen ging ik hem aanhouden, ging hij weglopen. Toen had ik hem maar geschoten. Blijkt het dat hij heel snel doodgaat. Dus toen moest ik even reanimeren. Nou, ik heb even alles uitgeprobeerd. Oh, het moet helemaal inladen bij mij, joh. Is dat bij iedereen? Oh, 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 oh. In ieder geval, toen lag hij daar dus op de grond. Heb ik hem gereanimeerd of zo. En ja, joh. Ik ben dus vergeten vast te leggen, dat is een beetje jammer, anders had ik het mee kunnen nemen met jullie, zeg maar, zo van, hè? Dit is er gebeurd, nu moet ik het gaan vertellen. Oh, sorry meneer. Foutje zit in een klein hoekje. Ja, het is deze, 100%. 100%.
Ik zie ze erachteraan zitten. Dit... Oh ja, ik was even vergeten dat de spatiebalk geen drifter was. Ai. Maar ja, zij kunnen wat makkelijker over gras als ik. Oh. Even kijken of we nog een keer zo'n mooie pit kunnen doen. Die man die loopt de hele tijd met zijn lint irritant te doen. Waar is hij nou heen? Oh, hier. Oké. Nou. Ze kwamen vast te zitten, dus was het een panieksituatie. Kunnen we hier nog wat voor oproepen? Hier zo, een drietje. Oi. Hey, ik word gereanimeerd, dus ik kan zo meteen weer lopen. Hey, makkers. Tenminste, ik lig hier. Ja, dank u wel. Dank u. Meneer, u moet wel. Meneer, zou u even door willen rijden, alstublieft? Meneer de Belg, even doorrijden, alstublieft. Maar onze tank is net leeggegaan. Ja, dat is vervelend. Ik help je wel even duwen. Ja. Er komt al een lift rond. Ik weet dat jij een jerrycan of zo van ons hebt. Nee, ik heb geen jerrycan. Ja, dan kunnen we ook opzij rijden. Ja, dat is vervelend. Maar die mensen hier, die worden boos, hè? Als je niet doorrijdt. Ja, we kunnen er niks aan doen, meneer. Even doorrijden, kom op. Ja, we hebben geen tank. We hebben geen tank, hè, maat. Ik heb hier weer minder geduld. Ja, dat kan. Maar... Ja, pak uit, papa. Ja, we kunnen ze ook even duwen, hè? Ja, duw maar. Hallo, agent. Ja. Kom, even duwen, jongens. Met z'n allen aan één kant. Dat lijkt maar zo. Even duwen. Ja. Nee, dat is sterk. Tot maar hier, man. En dit zijn al politieagenten, man. Hey, rustig aan, hè. Oh. Ja, zo. Een beetje met die jongens, kom op. Ja, hij vindt vast zelfverbrand of zo. Oh. Ja, ik word alleen maar doodgeschoten. Rijdt alsjeblieft prio 1. Maar dit komt helemaal goed. Je mag best wel bij mij in de auto komen. Nee joh, dit komt helemaal goed. Nou, eens even kijken wat we nu weer mee gaan maken. We gaan nog even één meldingje meepakken voordat we onze dienst gaan afsluiten. Als we de volgende keer nou een video doen met de DSI of verkeerspolitie of weet ik het wat. Kijk, ik heb ondertussen 172 XP. Volgens mij heb ik 200 nodig. Eerst deze even weg, zo. Volgens mij heb ik 200 nodig voor de VP. Dus dan kunnen we, als het goed is, VP. Dan gaan we even kijken wat we daar kunnen betekenen. Maar ik denk dus dat je ook kan levelen in XP, zeg maar. Qua auto's. Dus ik denk dat je op een gegeven moment de Audi hebt en... Oh, we rijden nu tegen de richting in. Sorry, dat had ik niet gezien. Hey yo! Wordt hier gewoon geknald, jongen? Ja, hij heeft een wapen, dat heb ik gezien. En die andere, waar is die andere? Wordt nog steeds geschoten. Heb ik nou... Volgens mij heb ik het gedaan. Oh, dit is gewoon... Dit zijn wouten. Ja. Hoppa. Hij is aangehouden. Kijk, de DSI heeft hier wel echt veel te doen. Nee. Hey yo, hij tasert hem. Oké. Wacht collega, ik kan even een paar vragen stellen. Ik kan alleen maar ja en nee. Ja en nee. Even kijken. Maak je medicatie? Nee. Oh. Hij gaat een heel vragenlijstje af.
Heb je ergens last van op dit moment? Nou, blokhoofd. Blokhoofd. Maar ben gisteren geschoten, dus ja. Rijdt alsjeblieft prio 1. Hij is gisteren geschoten, zo. Hoi. Hebben we nog meer? Ja, nou, ze gaan hem zo meteen even fouilleren. Oh, een bericht voor alle wagens. Ik heb net ook niet bij me. Mooie dag, hè? Ja, het is een mooie dag. Wat is het? Weet je stil zeker? Ja, zeker, zeker. Yep, maar wist je al dat die agent, die waren die persoon? Ze waren niet altijd in het bedrijf. Welke? De jongen met zijn brein en Jans heeft een mesh op zak. Die heeft een mesh op zak. Dat scheelt dan niks, hé. Hey, snitch! Ja, deze. Hij zei tegen mij als ik ging snitchen, dat hij me ging pakken. Dus jij moet hem wel beschermen, hè? Ja hoor, ik bescherm je wel. Ik heb geen wapen. Dat is echt cute van jou, man. Ja. Het is broederliefde, hè. Nee? Nou, en hij zou overgebracht worden naar het bureau. Zo, nou, dit was de dienst. Ik ga lekker terug naar het bureau en dan ga ik lekker de dienst afsluiten. Jongens, wil je nou kans maken op die giveaway? Vergeet dan niet even te doen wat ik hiervoor zei aan het begin. Even te abonneren, te liken en gewoon even de Discord joinen. Jongens, dan gaan we heel snel deze video lekker afsluiten. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zeg ik, zoals altijd, laters.